Nou, het is dus een vogelhuisje. Ik heb hem gisteren uit de oven gehaald voor het eerst. Ik heb hem nu hier even op laten gaan. Het is in de vorm van een virus. En het idee is dat hij dus in de natuur komt te hangen aan een boom. En dat eigenlijk alles wat nu nog kaal is, dat dat eigenlijk helemaal opgenomen wordt door de natuur. Dus dat hij langzaam onderdeel ervan wordt. Eigenlijk zoals het dus ook met het echte virus in de gemeenschap uiteindelijk gebeurt. Maar waarom een vogelhuisje? Dat was eigenlijk een van de eerste dingen die mij opviel. Dat als je buiten was, je in één keer de vogels veel meer hoorde. Dus zo werd het eigenlijk voor mij al heel erg symbolisch dat het soort van het coronavirus ruimte gaf aan de vogels. Ook bij Julia van Duin spelen geluiden een belangrijke rol. Want omdat ze noodgedwongen thuis stage loopt, vallen die extra op. Zoals bijvoorbeeld de wasmachine die je nu hier hoort. Of kippen in de achtertuin, gezoem van de koelkast, de waterkoker of een deur die dicht slaat ergens. En op een gegeven moment kon ik het ook niet meer negeren. En ja, als je er eenmaal op let, dan komt het zo op je af. En dat wilde ik eigenlijk gaan visualiseren, hoe dat eruit zag. Bij een wasmachine heb je op een gegeven moment de centrifugeerfunctie. Dus dan gaat die heel hard draaien en dan begint het ook soort van te trillen en heen en weer te gaan. Hier zijn dan de lelletjes met een soort hobbeltjes. En de krulletjes is eigenlijk toch wat meer het geluid. Julia overweegt een prijsvraag uit te schrijven bij haar kunstwerk. Om bij sommige geluiden dan wel te zeggen wat ik erbij hoor, maar om andere patronen gewoon los te laten zien. En ik ben heel benieuwd wat mensen denken dat het voor geluid is of wat voor een gevoel zij erbij krijgen. De 12 coronakunstwerken hangen vanaf volgende week ergens in Leiden. En dus niet in het museum. Nee. Nee, zeker niet. Nee, dat is ook raar. Ja, nou ja, nee, ja, we moeten vogelhuisje in het museum.